Morning, morning, morning. We zijn live weer. Het is donderdag. Van 10 tot 11 ben ik live. En dan gaan we eens even kijken hoe we meer en minder kunnen doen. We zien hier vrienden uitnodigen. Ik heb een beetje last van de hooikoorts. Even kijken. Ik ga eens eventjes wat mensen uitnodigen. Ik hoop dat jullie allemaal erbij komen, vragen aan me gaan stellen, zodat ik zoveel mogelijk jullie kan gaan helpen. Even kijken. Met natuurlijk je business. Hey, doe even mee, jongens. En als mensen binnen gaan lopen, dan gaan wij verder starten. Ik ga het hebben over hoe krijg je klanten via je site naar je lijst. En hoe ga je daarmee aan de slag? Nou, heel veel mensen hebben daar echt een probleem mee. Daisy en ik zijn mee bezig. En dat gaat ook. Het is nu 9:50. We gaan over 2 minuten beginnen live. Ik ga nog eventjes Instagram aandoen, want we zijn live op Instagram en op Facebook. Dus ik hoop dat je erbij bent. Even kijken, live. Morning, morning ook Instagram-volgers. We zijn weer live, 1 uur lang. Ik ben beide kanten ben ik live. Even kijken, ik zet hier klaar. Even kijken. Good morning, Marian. Leuk dat je even kijkt. We gaan het hebben over, dus goedemorgen, Shaya, Luna. Hoe krijg je klanten via je site op je mailinglijst? Nou, veel mensen hebben daar ontzettend veel vragen over. Krijgen dat niet voor elkaar. En ik ga vertellen vandaag 20 tips hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Dus we laten iedereen even binnenkomen. Good morning, good morning. Kom lekker meekijken. Ik doe 2 dingen tegelijk. Het is natuurlijk ook handig dat ik meteen al even alles aansluit qua batterij. En dan zit ik midden in mijn verhaal en dan willen we dat niet. Oké, we gaan starten. 9:50 tot 11 uur. Pak een pen en papier en zorg ervoor dat je zoveel mogelijk mee gaat schrijven. Want ik heb 20 tips die ik met je kan delen. Hoe we mensen via je site op je mailinglijst krijgen. En het zou zonde als je daar niet mee gaat starten. Het is nog steeds lockdown. We hebben nog steeds, in ieder geval mogen we niet elkaar in groepen bij elkaar komen. Ik zie wel steeds meer dat er weer afspraken gemaakt worden. Mensen gaan echt wel weer afspreken. Het is natuurlijk drukker op straat, drukker in de trein. We zien natuurlijk dat IKEA bijvoorbeeld al open is gegaan. Daar zijn ze natuurlijk ook. Mensen zijn het zat. Dus maak er gebruik van dat mensen weer willen afspreken. En niet alleen online, maar ook weer gewoon 3D zou ik zeggen. Ga ervoor. Ga ervoor dat die klanten bij je komen. Nou, ik heb in ieder geval kaarten laten drukken voor mijn klanten. Om ze zoveel mogelijk te stimuleren. Contact te leggen, te verbinden. Nou, daar hebben we het vorige keer allemaal over gehad. En deze keer ga ik het hebben dus over je website. Want je moet bedenken, je hebt een website. Corine heeft net een nieuwe website. Dus die weet precies waar ik het over heb. Die heeft Daisy, mijn collega, voor haar ontwikkeld. Daar zijn we nog druk mee bezig. Niet helemaal klaar. Maar je hebt een website. En dan denk je, nou, ik sta daar. Ik ben live. Dan komen er klanten naar me toe. Maar zo werkt het niet helemaal. Je hebt nog steeds heel actief acquisitie te doen. Klanten te benaderen, te verbinden. Ik kijk jongens even naar 2 camera's, want ik zit hier en op Insta en op Facebook, als je dat nog niet wist. Dus veel klanten hebben geen idee natuurlijk hoe jij met je bedrijf omgaat. En als jij niet meer in zicht bent, hè, als je niet zichtbaar bent bij die klant, ja, dan gaan ze ook niks bij je kopen of dan gaan ze ook niks bij je afnemen. En dat is nou juist wel wat we willen. En we willen die business gaan laten draaien. Nou, belangrijk is dus dat je met een mailinglist gaat werken. En heel veel klanten vinden dat heel moeilijk. Nou, als ik naar mijn oude bedrijf kijk, Fashion Solution, hadden wij een mailing alleen maar klanten en kandidaten, dus we hadden 2 mailinglijsten. En op de ene lijst stonden 75.000 kandidaten, klanten.
En op de andere lijst stonden er meer dan 15.000, hè, werkgever en werknemer. Nou, we waren daar constant heel actief mee om die mensen constant te informeren, te inspireren en daar iets mee te doen. Want als je niet in zicht bent, dan drijf je weg. En dan, dan gaan ze niet meer met jou in zee, hè, of nemen ze niet meer je dienst af. Kijk even als voorbeeld een IKEA of een Mars of een Coca-Cola. 100% eigenlijk bekendheid qua merk, qua branding. Hè? En toch zien we ze constant op een reclame op tv of op de radio of wat dan ook. Dus wees je bewust dat zelfs als je mega bekend bent, dat je aan zichtbaarheid moet blijven doen. En dat doen veel kleine ondernemers niet. Veel ZZP'ers en MKB'ers doen dat helemaal niet. Nou, dat is zeg maar even waar het misloopt, waar je geen klanten krijgt. En dat is een gemiste kans. Hoe kan je daar op dezelfde manier waar ik nu, wat ik nu vandaag ga vertellen, hoe kan je daar nou mee omgaan? Nou, je hebt een website. En als een klant of een geïnteresseerde naar je website komt, dan is die iets aan het lezen hopelijk. Dus daar moet interessante informatie al op je website staan. Informatie waar ze wat mee kunnen. En die informatie die moet waardevol zijn. Hoe waardevoller die informatie is, hoe langer die klant bij je blijft hangen. En dat is uiteindelijk wat je natuurlijk ook zou willen. Je wil namelijk zo lang mogelijk die klant vasthouden. Dat zie je ook aan alle social media kanalen. Hè, die zorgen ervoor dat er nu heel veel video wordt gebruikt. Omdat je zo lang mogelijk op zo'n kanaal blijft plakken. En je weet dat je dan gaat binge-watchen. Dat weten we al van Netflix. Ik heb net Grace en Frankie gekeken, 78 episodes zou ik zeggen. Hè, en je weet dus dat mensen houden van vernieuwing en zijn nieuwsgierig. Dus uiteindelijk, alles wat video is, beweegt. En video is daarom zo interessant om in te zetten, ook op je website, hè, om te gaan vloggen. Maar daar ga ik het zo over hebben. Maar blijf dus klanten trekken. Want die groep waar ik het ook over heb, ook constant doen. Het is dus ook aan jou om wekelijks je bezig te houden met zichtbaarheid, dus marketing en communicatie. Dat is minimaal 50% van je tijd als je een bedrijf leidt. En heel veel mensen zijn dat niet bereid, want die vinden dat stom, of die vinden dat dan word je een marktkoopman of een autoverkoper. Nou, dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Jij doet het op je eigen waardevolle manier, zoals jij dat graag wil. En dat is eventjes op een andere manier, hè, zoals je een echte sales persoon zou benoemen. Ga niet vies zijn van sales. Sales hoort bij ondernemen. Als je geen sales wil doen, als je geen sales wil doen, als je geen salesactiviteit wil ondernemen, dan moet je geen bedrijf starten. Want een ondernemen gaat uiteindelijk over klanten aantrekken. En daar heb je acties voor te nemen. En dat gaat niet vanzelf. Jij hebt uit te leggen wie je bent, waar je voor staat, wat je why is, wat jou bijzonder maakt, wat je onderscheidend maakt, enzovoort. Dus wees je bewust dat sales is een onderdeel. En vind je dat niet leuk, dan heb je natuurlijk die website zo goed in te richten. Want heel veel ondernemers vinden dat niet leuk. Maar die hebben de website ook niet goed ingericht. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want hoe krijg je nou klanten via de website op je mailinglijst? Hoe kan je toch die klant benaderen? Nou, ik zit eventjes hier naar me aantekenen. Je mag, ik ga iets over de AVG-wet vertellen. Heel veel mensen vragen ook, ja, dat mag niet van de AVG-wet. Ik mag geen mailinglijst hebben. Zo zit het niet in elkaar. Als iemand wat koopt op jouw website, dan zeg maar even, mag jij hem op je mailinglijst zetten. Ja? Iemand mag zichzelf ervoor opgeven. En er moet altijd een mogelijkheid zijn om zich uit te schrijven. Ja? Dus wat ik zelf nog doe naast mijn mailinglijst, is dat ik klanten of leads of warme mensen die ik denk dat zijn interessante mensen die ik interessant vind, die stuur ik nog letterlijk een mail. En dan krijg ik wel eens terug, ik wil je mails niet ontvangen, schrijf me uit of ik heb er niet om gevraagd. Waarschijnlijk, dit is gewoon een geïnteresseerde mail. Dat kwam van heel ver. Ik had verkeerd geademd.
Nou, dit is echt een joke, jongens. Ik kan het ook niet meer uitknippen, want dit is live. Dus je hoeft, als je één op één mailt, niet uit te schrijven. Hè? Dan hoeft daar geen mogelijkheid tot uitschrijven. Alleen bij een bulk mail moet je uitschrijven. Of hem de mogelijkheid geven om uit te schrijven. Dus zorg ervoor dus dat iemand wat koopt direct op je lijst komt. En uiteindelijk dat er de mogelijkheid is op je website om zich in te schrijven natuurlijk voor je inspiratie / nieuwsbrief. Want zo komen ze op je e-maillijst onder andere. Ja? Ik vind een nieuwsbrief zelf ontzettend ouderwets. Ik vind het ook ontzettend saai. Ik word er ook niet blij van. Wij hebben zelfs niet meer de mogelijkheid dat je bij ons op de website voor een nieuwsbrief kan opgeven. Omdat ik dat niet inspiratievol vind. We hebben nog wel een keer gehad dat we een inspiratiemail wilden versturen. Maar wat beter werkt is om met een weggever te gaan werken. Nou, wat is nou een weggever, zeggen mensen? Je geeft je kennis of je kunde weg aan iemand, zodat hij al geïnteresseerd met jou kan kennismaken. Ik noem dat altijd een ruiken, proeven, voelen product. En dat kan zijn dus een e-book, dat kan zijn een kleine videotraining, dat kan zijn een kortingscode, dat kan zijn een quiz die je afneemt, dat kan zijn dat iemand deelneemt aan een challenge. Dat kan zijn dat we een webinar geven. Nou, bijvoorbeeld, wij geven vanavond, Daisy, ik geef een webinar weer over Level Up Your Social Media. Je kan je er nog opgeven. We hebben 500 plaatsen. We hebben al meer plaatsen zeg maar even ingevuld. Dus Daisy zal dadelijk hier de link op Insta zetten en de link hier op Facebook zetten, denk ik, dan kan je daar nog inschrijven. Level op je social media. Dus dat is een gratis weggever, zodat jij met je klanten kennis kunt maken en de klant kennis kan maken met jou. Een weggever geeft heel veel van jezelf. Dit ook even, deze live, zeg maar even. Dit is ook een weggever. Een weggever waarbij ik mijn kennis deel met jou. Zeg maar even, zodat jij ermee aan de slag kan gaan. Ja? De weggever wordt in het Engels ook wel freebie genoemd, omdat het gratis is. En wat een nog betere, zeg maar even, benaming is dat het een lead magnet is. Het is er dus voor om leads aan te trekken. Een, ja, lead magnet. En die lead magnet, ja, die is super belangrijk, want jij vond het waarschijnlijk heel spannend om naar mensen te gaan en daar ze te vragen of jij met ze wilde werken. Of je vindt het heel spannend om een salesgesprek te voeren, of je vindt, hebt er geen tijd voor, want je hebt zoveel klanten, hopelijk. Je hebt je dag anders ingedeeld, of je hebt kids en je hebt toch een bedrijf, maar je wilt toch, zeg maar even, dat er wat klanten binnen gaan komen. Nou, dan ga je zo'n lead magnet inzetten op je website. 100% bezoekers, we gaan nou eens kijken naar die aantallen, 2% van die bezoekers die koopt direct wat of die doet direct wat op je website. Dat betekent dus dat 98% van de bezoekers zomaar weg zouden kunnen gaan. En dat is zonde. Dat is zonde, want dat betekent dus van de 100 zijn er 98 mensen die zo weer de deur uitgaan. Nou, als we dus zo'n weggever, zo'n lead magnet, zo'n freebie op de website gaan zetten, dan kan je ze in ieder geval stimuleren, te informeren om met jou kennis te maken. 100% gaan we nooit halen, want niet iedereen is geïnteresseerd in jou. Sommige mensen komen alleen maar snuffelen en dat is ook goed. En want stel je voor dat je 10.000 klanten op je e-maillijst zou staan. Nou, klanten op een e-maillijst staan, daar hebben we nog niks mee. Dus ga nou niet zoveel mogelijk mensen verzamelen die op de lijst moeten staan. Dat is hetzelfde als met social media. Ik hoorde iemand, ja, ik wil meer volgers. Nou, aan volgers hebben we niks. Wat wil je met die volgers? We willen uiteindelijk dat die volgers klanten worden. Kopende klanten. Ja, dus al heb je bewijs van spreken 100, fucking
fans die altijd bij jou kopen, die altijd met jou aan de slag gaan, die altijd elk jaar terugkomen, dan kan je een veel hogere conversie hebben als die klanten helemaal op jou zijn gericht, dan dat je er 10.000 op je mailinglijst hebt staan. Dus laat je niet verleiden door aantallen, ga voor kwaliteit. Zorg er heel ervoor dat je op die mailinglijst voor kwaliteit gaat, maar ga er ook voor in de advertenties voor op Facebook advertenties voor kwaliteit, maar ga ook voor kwaliteit op volgers op je social media. Het gaat er niet om hoeveel likes je hebt, het gaat erom of je het gesprek met de klanten aangaat. Het gaat erom of jij ze helpt en ze verder helpt en opdat ze altijd bij je komen kopen. Als ik hier kijk, zit er een aantal mensen kijken nu naar deze live en die zijn al mijn vaste klanten, dus die werken al met mij één op één en ook komen ze dus hier in deze live kijken wat ik nog verder te vertellen heb. Dat zijn nou vaste fans, ja? Dat zijn fans waar ik ook alles voor zou doen. Dus zorg ervoor dat je voor kwaliteit gaat. Dus ga je zo'n weggever creëren, zo'n e-book, online videotraining, een kortingscode, een quiz, een challenge of een webinar. En zorg ervoor dat het waardevol is. Dat het echt iets toevoegt en iets vertelt over jou. Het vertelt over jouw product en dat het echt waardevol is voor die klant. Dat die denkt, wauw, dat moet ik echt hebben. Ja, want dat is zeg maar eventjes waar de finesses ligt. Er zijn zoveel mensen die iets weggeven wat totaal niet interessant is. En dan denk ik, hoe durf je dit weggeven te doen? Dit is gewoon bullshit informatie. Ja? En vergis je niet, kennis en kunde is zeg maar even vindbaar op internet. Alles is geschreven, dus je bent nooit daarin origineel. Ja? Kennis is altijd te verkrijgen. Wat er niet te verkrijgen is, is jouw persoonlijke smaak eroverheen te leggen. Jouw uniekiteit. De uniekiteit bijvoorbeeld van mij is dat ik ik heb een aantal bedrijven opgezet en ik ben bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd in lifestyle, in fashion, ik ben geïnteresseerd in tijd, maar ook in voeding bijvoorbeeld. En die dingen verbind ik aan elkaar en ik trek ook die klanten aan die daarmee te maken hebben. Ik heb ook coachopleiding gedaan en in voeding en in stresscoaching en in business coaching en al die dingen bij elkaar. En dat maakt mij een speciaal sausje over deze informatie heen. Mensen die mij volgen zijn dus ook vaak creatief. Even, Marianne is creatief, Corine is creatief, Peter is creatief, Ninette is creatief. Dus al die mensen zijn creatief en die zijn dus ook klant bij mij. Ja, dus je gaat klanten aantrekken die jou dan ook begrijpen. Ja, en sommige klanten vinden mij ook heel vervelend qua communicatie, vinden me te kort door de bocht, vinden me te zakelijk. Nou, dan moet je ook niet bij mij zijn. Ik ga me daar zelf ook niet meer in aanpassen. Ik ben gewoon heel straight en dat laat ik dus ook zien in die weggever of in mijn e-mail. Sommige mensen denken, what the hell is this? Dit wil ik niet. Nou, dat vind ik ook prima, ik ook niet. Want dat werkt niet. Dus zorg ervoor dat, het gaat er dus niet meer zoveel om, dat je zoveel mogelijk weggevers natuurlijk weggeeft. Zorg ervoor dat je kwalitatief goede mensen op die e-maillijst krijgt. Nou, we starten met, hoe krijg je meer klanten via je website op je mailinglijst? Tip 1 is dus letterlijk, creëer die weggever. En dat kan je doen in Canva. Ja? In Canva, dat is een gratis programma waar je van allerlei dingen kan maken en daar kan je flyers maken, e-books maken, je kan daar thumbnails maken voor die video's, je kan daar Facebook posts maken, je kan daar van alles maken. Dus dat is zeg maar eventjes de mogelijkheid om daar op een hele simpele creatieve wijze mee aan de slag te gaan. En heb ik dan nog een ander ding over die weggever. Sommige klanten vertellen mij dat ze er 6 weken mee bezig zijn met die weggever. Dat betekent dus dat je 6 weken lang aan iets zit te werken, dat je dus niet klanten aan het werven bent en jij niet actief met je bedrijf bezig bent. Als je met die weggever aan de slag gaat, dan krijg je van mij precies 2, max 3 uur en dan moet de weggever ook echt klaar zijn. Ja? Dan moet die op je website komen. Nou, die website
een box zetten waarbij die mensen zich kunnen inschrijven, die weggever kunnen downloaden of een link kunnen krijgen. En uiteindelijk ja, staan ze uiteindelijk in jouw e-maillijst. Nou, de e-maillijst doe je of via ActiveCampaign, MailBlue of MailChimp. Ja, wij zijn zelf een ontzettend van MailBlue, omdat we daar veel meer tekst aan mee te geven zijn. Wil je daar meer over weten? Denk je, Francina, ik weet daar helemaal geen drol van? Laat me het weten. We zijn een gratis videotraining aan het maken over MailBlue. Stuur me een mailtje, dan zet ik je op de lijst. En als die training klaar is, dan sturen we je die gratis toe. Het is een weggever. Dus laat me dat weten. Hè. Wij vertellen dat, hoe we dat op een simpele wijze, hoe je daarmee om kan gaan. En ik denk dat daar heel veel mensen bij gebaat zijn. En we kunnen Hi Taylor, Timmy... we gaan jou denk ik dadelijk eventjes verwijderen uit mijn Instagram, want dit is dan geen waardevolle klant. Hoe krijg je nou nog meer mensen op die mailinglijst? Nou, wat ik heel veel doe op dit moment is heel veel blogs schrijven. Blogs waarbij ik onderwerpen gebruik die zeg maar eventjes problemen van mijn klant zeg maar even weerspiegelen. Met daarin oplossingen. Met daarin informatie hoe je daarmee om kan gaan. He, vanuit eigenlijk deze live zou ik makkelijk, bij wijze van spreken, een blog kunnen schrijven en dit allemaal in een blog kunnen verwerken. Ga ik denk ik ook doen, vond ik een goed idee van mezelf. In het blog zet ik altijd een call to action. Heel veel klanten doen dat niet. Een call to action wil dus zeggen dat je een stapje of een trigger geeft dat de klant nog iets bij jou op de website gaat doen of iets gaat downloaden. Of de call to action kan zijn dat ze zich voor de inspiratie een nieuwsbrief kunnen inschrijven. Of voor een ander waardevol ding. Voor die weggever bijvoorbeeld. Dus als je een blog schrijft en je wil een gratis videotraining bijvoorbeeld gaan geven, dan kan je een call to action in het blog schrijven uiteindelijk en kan je daar naar dat triggerboxje toe, zeg maar even, ze heen brengen. En dan kunnen ze voor inschrijven. Wees je bewust als je een weggever hebt gemaakt dat er heel veel mogelijkheden zijn om die weggever te verwerken in content. En daar ga ik het nu over hebben in de verdere tips. Hoe kan je die weggever in je content verwerken, zodat die mensen uiteindelijk op je mailinglijst komen te staan. Ja? Je kan bijvoorbeeld ook in je blog een bepaalde banner zeg maar even zetten, dus zodat ze zich daar direct natuurlijk ook kunnen inschrijven voor jouw mailinglijst. Dat ligt er een beetje aan. Soms doe je het heel obvious, zet je het één op één en soms zeg maar eventjes maak je er een link van en verwijs je door naar een pagina op je website. Kan allemaal. Ik zou het allemaal uitproberen. De ene klant die gaat voor het een en de andere klant trekt naar het ander. Dus wees je bewust dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn om die klant naar je e-maillijst te krijgen. Ja? Wat heel goed werkt en waar ontzettend veel mensen een hekel aan hebben, is een pop-up op je website. En dan bedoel ik niet de pop-up als ik op een website kom en ik kom erop en dan paf, ik krijg zo'n pop-up direct op mijn hoofd, want dan klik ik hem direct weg. Dat bedoel ik niet. En die gaat ook helemaal niet werken, want mensen denken, op welke website zit ik dan? Wat moet ik hiermee? Enzovoort. Ja, dus ik bedoel een pop-up als je bijvoorbeeld in een blog zit of je zit op een bepaalde pagina waarbij je bepaalde informatie krijgt. Stel, ik heb een pagina gemaakt over nou, hoe krijg je die op je mailinglijst komen. Ik denk dat ik dat ook ga doen, want ik vind dat best een goed idee. Ga dat helemaal uitwerken op mijn website. Dan kan ik uiteindelijk bijvoorbeeld links of rechts onderaan, ik zou zeggen rechts onderaan, daar een pop-up neerzetten en schrijf je hier nu in voor de gratis videotraining waarbij we je vertellen hoe bijvoorbeeld je met MailBlue om kan gaan of hoe je met een e-mailsysteem om kan gaan. Dus dan is het veel meer rustig, het is gericht, het komt niet paf in je gezicht. Dus de pop-up op je website werkt heel goed, maar zet hem niet in iemand zijn gezicht, want ik kijk naar mezelf en dan klik ik hem in principe direct weg. Want
ik heb nog niet eens gelezen waar de hele website over gaat. Dus moet ik dan mijn pop-up. De pop-up op de website rechts onderaan. Je hebt het artikel gelezen. En dan zeg maar eventjes een call to action om je in te schrijven. Ja, dat gaat wel echt werken. Dus laat even weten, wie heeft er een gratis weggever op zijn website? Nelke, Karin, Peter, Hermina, Aad, huis nummer 5. Wie heeft er een weggever? Corine. Wie heeft er een weggever op zijn website? Laat even weten. En als je een website hebt, dan zou ik zeggen, zet hem hier even in de chat. Zodat je ook hier klanten kan werven en mensen in ieder geval daar zich op kunnen inschrijven. Laat even weten, heb je een weggever? Ja of nee? En als je een weggever hebt met ja, zet daarna eventjes dan de link daar neer. Zodat mensen zich kunnen inschrijven voor jouw weggever. En dan help ik jou nu ook hier om meer zichtbaarheid te krijgen. En ik weet dat ik een vertraging heb, dus Healthier zegt, ik ben ermee bezig. Nou Healthier, je krijgt vandaag nog 3 uur de tijd. En dan wil ik hem eigenlijk gewoon in mijn e-mailbox hebben. Want ik zou het goed vinden dat ik jou accountable kan houden daarvoor en dat je hem echt gaat afmaken. Ja? Dus hebben nog meer mensen een weggever? Heel benieuwd. Laat even weten. Ik weet dat Corine volgens mij nog geen weggever heeft. En ik volgens mij heeft Mariam ook geen weggever. Peter heeft wel een weggever, dat weet ik zeker. Die heeft een sollicitatiegids op zijn website staan. Dat weet ik zeker. En dus zorg ervoor dat je ook met die pop-up op je website gaat werken. Want dat werkt dus ontzettend goed. Je kan ook nog een floating bar, zeg maar, eventjes door je website heen laten lopen. Hè, zodat het ook vriendelijk door het beeld komt en mensen wel getriggerd zijn door beweging. En zich zo kunnen inschrijven, zeg maar, even voor je weggever of voor je nieuwsbrief. Ik zou echt geen nieuwsbrief meer doen, want daar is echt iedereen zat van. Dus doe dat in ieder geval niet. Als je niet goed kan schrijven en je gaat niet wekelijks of om de week een nieuwsbrief schrijven met waardevolle informatie, dan moet je het gewoon niet doen. Dan moet je veel meer gaan werken op een andere manier met die weggever. En mensen op een andere manier gaan triggeren. Wat ik al zei. Wat ik al aangaf. Hè, met of een online training weggeven. Of die kortingscode, die quiz. Of dat webinar. Wij werken dus ook met verschillende modules. Hoe we de weggever inzetten. Vanavond dus het webinar. Level up your social media. We gaan daar social media tips geven en marketing tips geven die we hebben opgedaan in San Diego nog begin maart. Zo'n webinar, bij ons kunnen er 500 in. We hebben nu al meer dan 400 mensen en je ziet dus dat zo'n weggever, dat is ook een langdurige weggever. Net zoals deze live ook een langdurige weggever is van een uur. En daar moeten mensen echt de tijd voor maken. Dus een e-book of een korte videotraining is veel meer, kunnen ze lezen in hun tijd. En kunnen ze lezen, zeg maar even wanneer zij er zin in hebben. Ja, dus zorg ervoor dat je meerdere opties geeft, zodat klanten op meerdere manieren met je kennis kunnen maken. Nou, schrijf je blogs, kan je daar natuurlijk ook een vlog van maken. Ja, dus het zou zonde zijn dat je dat niet doet. En als je een vlog gaat maken, dat doen we natuurlijk ook nu met deze Master Your Business Moves tv-show, die ik nu 7 weken doe. De eerste 4 weken heb ik dat elke dag gedaan, elke werkdag gedaan, van 10 tot 11. En dat heeft ons geen windeieren gelegd. We hebben daar ontzettend veel klanten via gehad, kom er niet meer uit. En dat betekent dus dat jij dat ook kan. Mensen gaan namelijk verwachten dat je er bent. Mensen gaan binge-watchen. Mensen gaan, zeg maar, eventjes willen jouw informatie zien. Dus ga kijken hoe jij dat ook kan doen. Hè? En dan wil ik niet zeggen dat je dat elke dag moet doen. Maar je kan bijvoorbeeld heus wel elke week een video maken. Misschien van 10 minuten of. En maak je dus ook je YouTube-kanaal aan. Die YouTube-kanaal, als mensen zich daarop inschrijven, dat zijn echte fans. Want die gaan meer dingen van je kijken. Ja? Dus je kan ook zien dat bijvoorbeeld een Instagram en bijvoorbeeld een Facebook, daar gaat het alles veel vluchtiger. En als mensen dus fan of vriend van je worden, als ze zich subscriben op jouw videokanaal, dan zijn ze echt al fan. Want dat gaat hun ontzettend veel kosten om die video's te kijken. Als wij kijken, wij hebben nog helemaal niet veel volgers, zeg maar eventjes, op YouTube. Volgens mij nu 107 of 108, volgens mij, heb ik van de week gezien. Maar als we je bedenken dat 50%
van die mensen hebben iets met ons gedaan. Of hebben iets gekocht, of een online. Ik werk met ze één op één. Dat er mega veel potentie in zit. Even opkijken. Koude koffie. En er zit mega veel potentie in de YouTube en in een videokanaal. Dus het geven van informatie op die manier, super interessant jongens, moet je echt over nadenken. En zeker als video helemaal hot wordt. Ik vanavond daar ga ik vanavond mega veel over vertellen. Video is mega hot. Maar zorg ervoor dus eigenlijk dat klanten via je video's gaan binge-watchen. En dat als je een blog schrijft, dat het waardevol is dat je een call to action zegt. Dat je zegt, daar met een linkje, dat je met linkjes ook in je blog gaat werken. Sowieso is dat heel goed, zeg maar even voor je SEO, voor je website. Als je met interne linkjes gaat werken en je verwijst naar een ander blog op je website. En word je sowieso weer beter gevonden door Google ook. Wat weer zorgt voor klanten naar je website. En die linkjes zorgen ervoor dat ze gaan binge lezen. En dat zou je natuurlijk willen. Je wil natuurlijk die klant zo lang mogelijk vasthouden. Ja? Wat kan je nog meer doen natuurlijk om die klant zich te laten inschrijven? Je kan een speciale landing page of een speciale sales page maken. Waar je een bepaald product op aanbiedt of de weggever speciaal op aanbiedt. Je gaat daar de klant helemaal vertellen waarom het nou zo interessant is voor die klant om dit product te downloaden. Met heel veel verschillende tools die je daarvoor hebt. Je hebt bijvoorbeeld de lead pages, je hebt Phoenix, je hebt UpViral en AdPage. En daar kan je allemaal lead salespagina's van maken, landingspagina's van maken. Ja. Wij werken zelf heel veel met Phoenix. Wij zijn daar ook affiliate partner van. En wij maken speciale landingspagina's waar je eigenlijk niemand kan meer van die pagina eigenlijk af. Het enige wat je kan doen is eigenlijk daadwerkelijk op die knop drukken om uiteindelijk die weggever te downloaden. Ja, dus dat is, je wil er alles aan doen om je klant verder te funnelen om uiteindelijk zaken met je te doen. Hè. We zeiden dat 80% van de website. Nou, we willen dat verder naar bijvoorbeeld misschien wel 90% brengen. Dus als je 10% conversie kan krijgen op je website, dan zou dat mega veel zijn in online land. Ja. Hoe krijg je ook nog meer klanten en hoe kan je daar een call to action aan hangen? Dat is door testimonials op je website te schrijven. Klanten vinden het belangrijk dat ze de ervaringen van andere klanten zien. Ja? Ik was vorige week bij een aantal vrienden aan het eten. We hadden een etentje. Hun zoon kwam ook aan tafel zitten. En uiteindelijk hadden we het over koken. Wij houden mega van koken. We hadden het over een speciaal kookboek. En uiteindelijk, we hadden het over 3 kookboeken om precies te zijn. En uiteindelijk gaat die jongen kijken. En zegt hij, oh, dat is een leuk kookboek. Die ga ik bestellen. Nou was het geen ervaren koker. Maar de testimonials van dat boek waren 4.9, wat natuurlijk waanzinnig goed is. Uiteindelijk heeft hij dat boek gekocht, superleuk, maar omdat hij geen goede koker was, kan hij toch niet met het boek omgaan, terwijl ik zei, begin met dat boek. He, dus nee, want hij was er minder leuk uit. En dus wees je bewust dat die klant die testimonials op jouw website ziet en de reviews daarvan leest, dat het superbelangrijk is dat je die erop hebt staan. En dan heb ik het niet over 1, 2, 3 of 4 testimonials, ik heb het over 20, 30, 40, 50, 100 testimonials. Zoveel mogelijk. Ja, dus mensen zijn veel te bescheiden. Als ik een website zie, dan zie ik maar een paar testimonials. En dat is niet wat ik bedoel. Ik bedoel ruim voer voor te lezen voor die klant, zodat die overtuigd kan zijn dat die bij jou moet zijn. Ja? Even kijken. Wat heb ik nog meer op staan? Je kan natuurlijk ook reacties die je hebt gehad bijvoorbeeld van social media kopiëren en op je website zetten. Dat is ook social proof en die social proof zal er ook voor zorgen dat ook bijvoorbeeld zo'n weggever wordt gedownload of iemand zich in gaat schrijven voor jouw nieuwsbrief. En wat je ook kan doen, en dat zie je bijvoorbeeld bij heel veel kranten, daar is dat het geval, dan zie je heel vaak
ja, ze noemen dat, hè, verborgen content, gated content. Als je bijvoorbeeld op bij de krant bent, hè, kan je zoveel producten lezen en zoveel producten zouden e-mail aan. Dat heet gated content. Dus dan kan je wel dat product lezen of wel dat stuk lezen. Je laat je e-mailadres achter en dan kunnen ze je uiteindelijk natuurlijk daarna mailen, zodat ze je daarna een abonnement kunnen aanbieden of wat dan ook. Dus wees je bewust dat je dus op heel veel verschillende manieren met die e-maillijst aan de slag kan gaan. Dat je op verschillende manieren klanten op je lijst kan krijgen. Dat jij ook geheime informatie op je pagina kan zetten, op je websitepagina. En dat mensen daar iets extra's voor zouden moeten doen. Ja? Heel veel mensen vinden het ook niet fijn om direct hun e-mail achter te laten. Wat je ook kan doen, hè, als je bijvoorbeeld de weggever hebt, zeg je, dit is nou, het gratis e-book, noem ik het maar even. Je zet daar een oranje knop gelijk in en je zegt downloaden. Dan drukken ze op die knop, downloaden. En dan kom je in het volgende veld. Dan zie je vaak 50% bent u al klaar. Hè, u moet nog één klein dingetje doen en dat is uw naam en uw e-mailadres achterlaten. Dat heet een two-step opt-in. De ene heet een één-step opt-in en dit is een two-step opt-in. Heel veel mensen vergissen zich erin en denken, hey, ik krijg toch het e-book. Ik hoef hier niet mijn e-mailadres achter te laten en dat is dan niet waar. Want uiteindelijk zie je dus dan dat je daarna toch nog je e-mailadres moet invullen. En als jij iets vriendelijker wil zijn, dan kan je zo'n two-step opt-in kan je dan toepassen. Nou. Als je al veel likes hebt op Facebook, hebben we nog een andere tip. Als je meer dan 2000 likes hebt, bijvoorbeeld Peter, jij zou dat zeker kunnen doen. Als je meer dan 2000 likes hebt op je bedrijfspagina, dan is er ook een mogelijkheid om een inschrijfformulier daar te plaatsen. Dat hebben we toen ook gedaan bij Fashion Solution. Daar stond een inschrijfformulier, zodat je je direct kon inschrijven vanuit de social media naar je nieuwsbrief of naar je weggever. Ja, super interessant natuurlijk, hè, om die combinaties niet alleen met je website te maken, maar ook dus met je social media te maken. Nou, op Instagram kan je dat ook op een hele simpele manier doen. Daar zit natuurlijk in de, zeg maar even in je feed of wat dan ook, zijn geen clickable links. Die zijn er niet. Zijn ze wel mee bezig? Gaat zeker TikTok dat op dit clickable links, hè, en ze willen daar niet voor achterblijven, dus zij gaan dat dadelijk ook invoeren, zijn ze al mee bezig. Maar er is nu één clickable link. En die clickable link die kan je bij Instagram in je bio zetten. Nou, heel veel mensen hebben die dan naar een linktree zeg maar even verwezen. Ik ben daar zelf niet van de Linktree. Ik heb hem ook heel lang gehad, omdat het super simpel was. Dat begrijp ik ook wel. Je kan daar allerlei, hè, daar kan je ook naar je website, kan daar allemaal blokjes achterlaten wat je allemaal kan aanklikken, wat je kan downloaden. Maar waar ik niet zo heel erg blij mee ben, is dat ik dus dan niet kan meten hoeveel mensen er precies van mijn LinkedIn-profiel direct, zeg maar even, zijn doorgestoten naar mijn website. He, dus wat wij nu hebben gedaan is dat we een geheime pagina hebben gemaakt op onze website die alleen maar te zien is vanaf Instagram. En daar staan alle weggevers of daar staan alle mogelijkheden wat allemaal kan, zeg maar eventjes, via ons bedrijf. En daar staan dus ook onze weggevers. Dus zorg ervoor dat je liever direct een linkable link maakt in, zeg maar even, je bio in Instagram. En zorg ervoor dat je daarachter dan op die pagina allemaal je gratis weggevers hebt. Of je linkmagnets hebt. Of ook misschien nog een training hebt staan. Of whatever wat je verkoopt. Ja? Op Pinterest wordt heel veel trouwens onderschat, jongens. Als je iets wil verkopen, zorg ervoor dat je Pinterest gaat inzetten. Pinterest is een zoekmachine. Net zoals Maps een zoekmachine is, Google Maps. Net zoals YouTube een zoekmachine is, zo is Pinterest ook een zoekmachine. Zorg ervoor dat je bij Pinterest natuurlijk hele goede thumbnails hebt, goede plaatjes hebt waar een klant op kan drukken. Hè. Dat moet aantrekkelijk zijn. Dat is hetzelfde als bij YouTube. Daar moet zo'n thumbnail ook mega aantrekkelijk zijn.
En de juiste, het juiste onderwerp. En als ze dan op de pin drukken en ze gaan door, dan kunnen ze dus ook op die weggever komen. Dus wees je bewust dat je mega veel waarde kan geven en links kan maken onderling via social media ook weer naar jouw website. Zodat je bezoekers trekt naar je website en die bezoekers daar ook de mogelijkheid krijgen om er uiteindelijk om op jouw e-maillijst te komen of jouw weggever te downloaden. Zodat je weer een lead hebt, zodat je die weer kan gaan aanschrijven. Uiteindelijk natuurlijk om een nieuwe klant te maken. Waarom? Dit is waarom we het allemaal doen. Ja? En vergis je ook niet dat er een contactformulier op je website kan staan. Ik heb er een hekel aan, maar het werkt voor sommige mensen. Wat ook een goede is, is dat je in je handtekening van je e-mail kan je heel makkelijk dingen zetten. Wij hebben Google Mail, wij zijn helemaal Google-fan van alles. En regelmatig verander ik mijn handtekening en onder mijn naam zet ik dan nog zoveel plekken vrij in mijn, bijvoorbeeld in mijn masterclass. Of je kan je hier inschrijven voor het webinar. Of je kan hier de gratis weggever downloaden of wat dan ook. Hè. Dus je kan daar heel erg call to action onder de handtekening. Kan je daarmee aan de slag. Super interessant om dat te doen. Je kan dus ook een videolink daar neerzetten, zodat mensen direct naar die video kunnen gaan bijvoorbeeld. En dat ze bijvoorbeeld op je YouTube kanaal gaan inschrijven. Zorg ervoor dat je inventief bent waar je allemaal mensen vandaan kan halen. En zorg er niet voor dat je passief bent. Ik heb nu 20 tips, dus dat is waanzinnig veel hoe je via de website en via social media dus die klant op je e-maillijst zou kunnen krijgen. Nou, doe dat dus ook via de handtekening in je e-mail. Wat ook wordt onderschat is dat je gebruik kan maken van Facebook groepen die besloten zijn. Of bepaalde forums als je op LinkedIn zit. Daar kan je ook heel veel waarde leveren. En als je waarde levert, dan kan je zeggen je kan mijn freebie of mijn gratis weggever downloaden. Of je kan meedoen aan de challenge of wat dan ook. Dus daar gebruik je Facebook groepen voor. En onderschat jongens Facebook niet. Heel veel mensen zeggen ik zit niet meer op Facebook. Maar heel veel van jouw klanten wel. Dus je bent een dief van je eigen portemonnee als je die niet erbij houdt. Facebook is nog altijd het meest grote social media platform van de wereld. Dus wees je bewust dat daar echt nog wel klanten zitten. Ja? Ze zijn ook natuurlijk heel druk bezig om zich weer een turnaround te geven. Het weer sexier te maken, anders te maken. En daar zullen ze echt mee komen. Facebook is echt niet. Natuurlijk ook aan de advertenties die wij heel veel maken. Bijvoorbeeld voor het webinar heb ik ook een Facebook advertentie. Er komen meer mensen schrijven zich in via Facebook dan via Instagram of LinkedIn. Dus onderschat je klant niet dat jij het misschien niet meer leuk vindt en jij je voornamelijk ophoudt op Instagram. Wil nog niet zeggen dat jouw klant het doet. Wat doe ik nu ook? Ik heb hier Facebook Live en ik heb een Insta Live. En ik zie dat er meer mensen zitten op Facebook dan op Instagram. Dus zorg ervoor dat je slim met je social media omgaat. Ja? Nou, YouTube-kanaal had ik al benoemd. Ga daar echt mee aan de slag. Dat is echt een mega kans. Vind je het super spannend om met video aan de slag te gaan? Kijk vanavond naar ons webinar. Daar geven we tips hoe je video kan opzetten. Je kan die nog opgeven via de link die ik dadelijk ga delen en die ik dadelijk daar ga delen. Super interessant. Hè? 2020 wordt videojaar, jongens. Ouderwetse die je natuurlijk kan inzetten, netwerken, hè, actief natuurlijk iemand vragen om op je e-maillijst te komen door je visitekaartje af te geven. Dat kan ook bij boodschappen doen jongens, als we één keer in de week nu naar de Albert Heijn gaan. Of wat heel goed werkt, vind ik altijd heel goed werken. Ik doe heel veel cursussen voor mezelf en daar geef ik dan ook heel veel van mijn visitekaartjes af. Zo krijg ik ook altijd heel veel klanten. Dus super interessant uiteindelijk om ook veel workshops en cursussen te geven en eraan mee te doen. En daar kan je ook over netwerkevents. Ik vind netwerkevents altijd een beetje saai. Dus ik ga liever dan naar een actief ding waar er een workshop is. Nou, ook een andere, denk ik, waar je heel goed over na mag denken is, en waar vindt heel veel mensen ook spannend, is uit te gaan leggen voor een groep wat je doet
wat je voor waarde kan geven. Dit is een online situatie dat ik praat tegen een groep, maar dat kan ook in een dadelijk weer, nu niet natuurlijk, maar dadelijk weer wel. En een 3D-situatie dat je voor bijvoorbeeld, ik weet niet veel, voor de Rotary of voor de Lions of voor de groep van moeder met kids of... Nou, er zijn ontzettend veel van dat soort groepen waar ze vaak sprekers zoeken, waar ze graag iemand willen ontvangen om zo'n ochtend in te kleden, in te vullen. En ga daarvoor spreken en zorg ervoor dat jij hun e-mailadressen letterlijk vraagt. Dus ga niet zomaar spreken. Het komt wel. Action bijvoorbeeld, je legt aan de voorkant neer, hier kan je inschrijven, wil je meer van mijn informatie weten, zorg ervoor dat je hier je visitekaartje neerlegt of je e-mailadres opschrijft. Want dat zie ik heel veel gebeuren, mensen gaan dan netwerken of hebben geen kaartjes bij zich of durven niet letterlijk te vragen om het e-mailadres. Nou, dat is de enige manier natuurlijk om natuurlijk te connecten met elkaar. Je kan natuurlijk een connectie maken met LinkedIn, ik vind dat nog steeds heel erg passief. Daar staat wel eens een e-mail, maar vaak is dat niet het goede e-mail. Veel mensen hebben twee e-mails, eentje een shit e-mail waar allerlei advertenties op komen en een persoonlijke e-mail. En we willen natuurlijk zorgen dat we in die persoonlijke e-mailbox komen, in zijn persoonlijke mail die hij elke dag bekijkt. Ja, dus vandaar dat het belangrijk is om die e-mailadressen te vragen. Als je een fysieke winkel hebt of je hebt fysiek workshops of een soort open dag, want ik weet dat Marianne dat redelijk vaak doet, zorg ervoor dat daar ook een papier ligt waar je e-mailadressen kan vragen. Zorg ervoor dat je actief op dat soort dingen ook gaat vragen of mensen meer informatie van je willen. Schrijven zij door, als ze op een open dag zijn geweest of wat dan ook, schrijven ze dan hun e-mailadres op? Ja. Dan kan je ze namelijk benaderen. Heb je 1-op-1 gesprekken altijd, weet ik van Corine, vraag dan hun mobiel en hun e-mailadres. Want uiteindelijk wil je een stukje dadelijk achter de schermen automatiseren om die sales voor jezelf te doen. Dan hoef je daar niet constant mee bezig te zijn. Wat ook goed werkt is om affiliate partner voor een aantal klanten te worden. Dan kan je daar ook weer mee op liften. En een groot ding is, vind ik een heel groot ding op dit moment, is adverteren op social media. Op dit moment zijn wij mega veel aan het adverteren met onze weggevers. De ene is een webinar, de andere is een e-book, de andere is een gratis online training aan het adverteren op Facebook en op Instagram. De prijzen van de Facebook en de Instagram zijn ontzettend naar beneden, omdat we natuurlijk in de economische winter zitten. Dat betekent dus dat de prijzen echt begin 2000 zijn en je leads kan eigenlijk inkopen. Je koopt daadwerkelijk daarmee je leads. Je moet ze nog wel waarde geven. Sommige leads zullen ook weer uit je e-maillijst gaan. Moeten ze allemaal zelf weten. Dat is all in the game. Maar door een advertentie te zetten op Facebook / Instagram kan je leads gaan aankopen. En een lead aankopen kost ergens tussen de 60 cent tot en met 4 euro. In goedkope tijd is het rond de 60 cent, bij wijze van spreken 80 cent. En later, als het weer duurder gaat worden, tot 4 euro. Sommige mensen zeggen, Facebook adverteren is super duur. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is nog altijd veel goedkoper dan adverteren op bijvoorbeeld tv of op radio. Je hebt veel meer een getargete doelgroep. Dat is super interessant. En je hebt verschillende manieren hoe je met die advertentie kan omgaan. Je kan met de advertentie omgaan door eerst verkeer naar je website te krijgen. En als je verkeer naar je website krijgt, is dat een hele goedkope advertentie. Dat zijn vaak is dat maar per mensen die klikken op je advertentie een paar cent. Super interessant. Als die mensen dan op je advertentie zijn geweest of op je website zijn geweest, dan krijgen ze dus natuurlijk de mogelijkheid om daar die weggever te downloaden. Maar wat super interessant is daarna, is om uiteindelijk een retargeting advertentie te zetten. Dus mensen zijn op je site geweest en je Facebook weet dus door de Facebook Pixel je IP-adres, dan kunnen we ze opnieuw in een nieuwe advertentie opnieuw gaan aanschrijven en ze weer triggeren om met jou in connectie te komen.
En dat soort retargeting advertenties zijn veel goedkoper dan een normale advertentie. Alleen niemand doet bijna een retargeting advertentie. En zo kan je retargeting op retargeting zetten. Super slim dus om dit moment een Facebook ad te zetten. Kan jij dat nou niet? Vind je dat super spannend om dat te doen? Daar hebben wij een online training voor. We vertellen daar meer over, wederom vanavond in ons webinar. Schreef je op nog een keer met de link. Of je koopt zeg maar eventjes onze online training. Of je zegt nee, ik ga het uit handen geven. Francina en Daisy, kunnen jullie dat alsjeblieft voor me doen? Mag allemaal. Wil je echt adviseren om uiteindelijk met Facebook, Instagram advertenties aan de slag te gaan. Want daar liggen op dit moment mega veel kansen. En het zou zonde zijn als je dat niet gaat doen. En iedereen kan zijn manier verzinnen wat hij zou kunnen, zeg maar even weggeven, wat zeg maar even interessant is om een advertentie op te zetten. Een advertentie zetten op een heel groot pakket, bijvoorbeeld wat 5000 euro kost, dat gaat minder goed werken. En dan zal je ook waanzinnig veel geld moeten inzetten om uiteindelijk dat pakket te verkopen. Het gaat er eerst dus om te ruiken, proeven, voelen met jou, om kennis te maken met jou, om die lead te genereren. Daar gaat dit om. Het gaat er niet om om zoveel mogelijk al te verdienen aan die advertentie, want op waar ik het over heb, over deze advertentie, is het er niet over. Dit is alleen maar om leads te genereren, zodat ze op je e-maillijst komen, zodat ze op je website komen, zodat ze kennis met je kunnen maken. En zodra dus mensen uiteindelijk op je e-maillijst staan, kan je die mensen elke week, om de week, elke maand een mail sturen met waardevolle informatie en ze informeren over wat er gaande is en wat je allemaal te bieden hebt qua waarde, qua kennis en kan je meer dingen geven. En mensen kopen eerder vanuit je e-maillijst dan dat ze zomaar zouden kopen vanuit een Instagram of vanuit een Facebook. Dus hoe meer ze jou zien en hoe meer ze je horen, hoe meer contact ze met je leggen. Dus het zou zonde zijn als je dat niet gaat doen. Ja? En vandaar dat het belangrijk is om die lead te gaan genereren en om daar actief iets mee te gaan ondernemen. Nou, zo heb ik 20 tips gegeven hoe jij meer mensen op je e-maillijst kan krijgen. Ik denk dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn om via je site, via social media, via content maken. Als je daarmee aan de slag gaat en je gaat actief daar elke keer een call to action in zetten, veel beter nadenken waarom je iets doet. Wat is het doel daarvan? Het doel van om op je lijst te krijgen, want je wil ook niet meer waanzinnig veel mensen op de lijst hebben als je er niks mee doet. Er moet een reden zijn. Wat maakt het dat er die mensen op de lijst moeten komen? En als ze op de lijst staan, wat ga je er dan mee doen? Wat is dan het doel? En als je bijvoorbeeld die e-mail of die vlog maakt, wat ga je dan doen? Dus zorg ervoor dat je strategische keuzes maakt, dat je strategisch omgaat met je e-maillijst en met je klanten en met de waarde die je levert aan het. Ik ben nog steeds even benieuwd. Wie heeft er een weggever en wie niet? Laat even weten. Geef even een reactie in de chat. Want ik heb ontzettend veel tips met je gedeeld. Heb je op dit moment vragen? Laat me het even weten. Healthier, heb jij vragen? Corine, heb je vragen? Marian, heb je vragen? Laat even een reactie achter, zodat ik zie wat er allemaal aan het gebeuren is aan de achterkant. Soms is er vertraging of soms durven mensen helemaal niks te zeggen. Ik zie dat er mensen aan het kijken zijn, dus laat even weten. Heb je nu vragen over alle informatie die ik met je gedeeld heb? Ik ben heel benieuwd. Let me know. Want welke bijvoorbeeld actiepunt ga je als eerste inzetten? Welk was bijvoorbeeld het meest interessant voor je? Ben ik ook heel benieuwd naar. Geef even een reactie. Durf je een reactie te geven?
Marianne zegt, ik heb geen vragen nu. Marianne, welke actie ga jij als eerste inzetten? Wat is zeg maar even voor jou zeg maar even interessant? En Ninette zegt, ik heb nu geen vragen, maar ik ben daarmee bezig. Ninette, wat ga jij nu als eerste doen, als eerste actie doen, zeg maar even, om meer die klant op je e-maillijst te krijgen? Laat me het even weten, want dan ga je ook, ik wil je in doen-modus krijgen. Want ik kan natuurlijk heel veel informatie vertellen, maar als je niet in doen-modus komt, ja, dan gaan we er nog niks aan hebben. En dan heb ik vanmorgen een uur voor Jan Doedel zitten kletsen, want dan heb je het opgenomen. Hè? Dus kennis verkrijgen is fantastisch, maar als je daar niks mee doet, ja, dan heb je er niks aan. Dus het doen maakt het nog interessanter om zeg maar even hiermee aan de slag te gaan. Dus Marianne, voor jou ook, zorg ervoor dat je bij de Q&A bent weer van Silver. Je zit in het Silver-programma. Zorg ervoor dat je daar volledig bent. En dat je dus vragen gaat stellen ook hierover. Ninette, wij maken een privé-afspraak sowieso. Ninette zit met mij ook één op één. Dus dan gaan we ook even kijken hoe jij hiermee aan de slag gaat. Nou, als er verder nu hier geen vragen zijn, mag je me altijd mailen. Ninette zegt nog altijd, mijn online filmpje online zetten, de weggever heb ik al gemaakt. Inderdaad, helemaal goed, dat heb jij. En dat is een ontzettend leuke weggever. Heb je vragen? Vind je het spannend? Denk je, ik weet niet welke weggever ik moet maken. Ik weet niet hoe ik met dat Mailblue om moet gaan of met Mailchimp op moet gaan. Ik weet niet hoe ik dat moet opbouwen. Ik weet niet wat ik nou, waar ik nou moet beginnen. Ik weet niet hoe ik mijn website in elkaar moet zetten. Hoe zit dat nou allemaal met die online marketing? Ik weet het niet. Dan kan je ons altijd mailen, Francina@masteryourbusinessmoves. En dan gaan we eens een keer een gesprek voeren. Gratis gesprek, 30 minuten gaan we brainstormen of wij het voor je kunnen betekenen of dat we je aan kunnen zetten uiteindelijk tot natuurlijk actie, zodat jij ook klanten gaat krijgen via je eigen website en social media. Ik dank je voor het kijken. Het is nog 4 minuten voor 11. We hebben het weer helemaal volgemaakt. En Corine zegt nog even, ik heb nog geen weggever, maar ik wil een e-book maken over shiatsu met etherische olies en bloemenremedies. Corine, ik ga je gewoon een deadline geven. Volgende week woensdag moet die klaar zijn. Je hebt genoeg te doen, want je hebt nog meer opdrachten van ons voor je website. En Marianne zegt landing pages. Wat zijn dat? Ook aanstaande maandag kleine video. Maandag gaat dus Marianne een kleine video maken. Een landing page is een page, vertelde ik al, waar je op kan komen, waar je op door kan klikken. Waar eigenlijk helemaal geen, zeg maar even, balken staan. Je wordt dus niet afgeleid om naar een andere pagina te gaan. Je wordt ook niet afgeleid om iets anders te doen. Er is maar één ding en dat betekent dat je uiteindelijk wordt gefunneld, zeg maar eventjes, om alleen maar te informeren, te inspireren, om uiteindelijk op die knop te drukken om iets te kopen of iets te downloaden. Ja? Landing page betekent dat het een gefunnelde, gefocust is zonder afgeleid wordt. Dat is een landingspagina. En Corine die schrok er een beetje van, maar woensdag, Corine, krijgen we van jou het e-book. Je gaat er gewoon maar mee aan de slag. Starten en lukt het niet, zien we dat ook. Maar je hebt gewoon een opdracht te pakken van me. Ik dank iedereen van het kijken. Heb je nog vragen? Dan mag je me altijd mailen. Francina@masteryourbusinessmoves.nl. Het was weer een fantastische ochtend. En tot volgende week donderdag 10 uur. Dan geef ik weer een nieuwe Master Your Business Moves live TV. Tot dan.